Meneer Wilders, volgens minister Asscher zaait u haat met die stickeractie. Nou, dan is de man niet goed wijs. Wilt u nog meer weten? Het is niet de bedoeling om haat te zaaien met die stickers? Nou, uw vraag is al heel erg suggestief. Het lijkt alsof u het met de heer Asscher eens bent. Nou, ik zie een minister die fractievoorzitter ervan beschuldigt om haat te zaaien. Nou, dus dan is het toch niet gek om uw reactie te vragen? Daarom zeg ik ook, dan is hij niet heel goed wijs als hij dat zegt. Waarom vindt u dat? Nou, omdat hij niet goed wijs is als hij dat zegt. Want u bent daar niet mee eens? Nee, ik heb een hele mooie vlag en een sticker gemaakt waarin ik de waarheid schrijf over de islam. Namelijk dat Mohammed een crimineel is, de Koran vergif en de islam een grote leugen. En dat is de waarheid. En ik denk dat het zou geweldig zijn als we Nederland zonder islam zouden hebben. Ik heb het niet over moslims, ik heb het niet over de mensen. Ik heb het over de kwaadaardige ideologie die overal over de wereld, van het Midden-Oosten tot hier, alleen maar geweld, haat en intolerantie zaait. En ja, kijk, door politici als de heer Asscher gaat ons land en gaat Europa naar de afgrond. En het wordt tijd dat we daar iets tegen inbrengen. Dat we ook volgend jaar bij de Europese verkiezingen met partijen die er anders over denken, die niet vinden dat Nederland een islamitisch land is, dat we geen islamitische cultuur verdienen, die daartegen in opstand komen. En ja, als mensen, als de heer Asscher of journalisten daar hun woorden aan willen wechten, het scheelt me echt helemaal niets. Ik zeg wat ik vind en ik weet dat heel veel mensen het daarmee eens zijn. En de heer Asscher, het spijt me echt, maar ik lig er nog geen seconde wakker van. Ook de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft zich geroerd. Die zegt dat het heel onverstandig is om daarvoor een vlag te gebruiken van een ander land. Want daarmee roep je reacties op. Nou ja, kijk, Saoedi-Arabië is zo mogelijk het grootste schurkenland van de hele wereld. Het is het land waar je nog niet bent eens toegestaan om een Bijbel te dragen of te kopen. Het land waar, ja, als je als christen of als niet-moslim de stad Mekka wil bezoeken, wordt het je verboden. Het land waar geen kerk mag worden gebouwd. En dat land, dat heeft de vlag van de Shahada, de geloofsbelijdenis, ja, die haak staat op de werkelijkheid. Dus ik heb bewust dat land uitgekozen. Nogmaals, het meest verschrikkelijke islamitische land wat puur vol met geweld en terreur zit. Ja, om daar de waarheid van die vlag te veranderen. Dus u heeft er geen problemen mee om een ander land te provoceren als parlementariër? Ik heb er belang bij, en ik denk heel veel mensen in Nederland, om de waarheid over de islam te vertellen. En wat minister Asscher of Timmermans of allemaal die politiek correcte neuzelaars ervan vinden, het zal maar worst zijn. Is het u er niet juist om te doen dat zij daarop reageren en dat er weer een ruil ontstaat en nog meer aandacht voor uw ideeën? Nee, weer een hele suggestieve vraag overigens, maar dat mag. U mag dat zo denken, maar nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik heb helemaal niets met suggestieve vragen of aandacht. Ik zeg gewoon, en daarvoor ben ik gekozen, het staat ook in ons verkiezingsprogramma. Ons verkiezingsprogramma staat dat wij niks hebben met islam, dat het mooi zou zijn om een Nederland te hebben zonder islam, dat islam geen plaats heeft in Nederland. Dat staat in ons verkiezingsprogramma, daar hebben ongeveer een miljoen mensen op mij gestemd. En ik blijf dat constant uitdragen. Dat doe ik niet om te provoceren, dat doe ik omdat allemaal hele politiek correcte mensen in de politiek en in de media vinden dat je dat niet mag zeggen, dat alle religies gelijk zijn. Nou, ik zeg dat dat niet zo is. Ik zeg dat de islam een kwaadaardige ideologie is die niets te maken heeft met het christendom of het jodendom of het boeddhisme. Ja, en dat dat mensen niet bevalt, dat is heel vervelend, maar dat is wel de waarheid. Maar u doet het niet om te provoceren, zegt u? Nee, ik doe het niet om te provoceren. Dat heb ik nog nooit iets gedaan om te provoceren. Ik doe het wel om een discussie op gang te krijgen. En het is een enorm succes. Die sticker die ik nu heb in een paar uur tijd, is die al bijna. Mensen kunnen hem gratis bestellen. Ik zal het adres niet bij de publieke omroep noemen hoor. Ik zal u dat niet aandoen. Maar die is heel erg gewild. Ik heb er alweer een paar duizend bij laten maken. En ik denk dat het een enorm succes wordt. En ja, dat het kabinet reageert, dat moeten ze vooral zelf weten. Slim vind ik het niet, want ze geven er alleen maar meer aandacht aan. Maar ik blijf het in ieder geval doen wat ik doe. Hoeveel heeft u er laten drukken? Een paar duizend, ja. En ik moet erbij laten drukken. Dus het is een groot succes. Ja, graag gedaan.